We weten allemaal dat de Wii U niet de meest succesvolle console was. En dus zijn er een hoop parels van games door veel te weinig mensen gespeeld. Maar de laatste jaren is Nintendo hard bezig om die over te pompen naar de Switch. En één grote game ontbrak nog. Super Mario 3D World. Tot nu dan. Je kunt veel zeggen van Super Mario 3D World, maar Nintendo heeft er tenminste meer moeite in gestopt dan de Super Mario 3D All-Stars collectie van vorig jaar, die met minimale aanpassingen uit werd gebracht op de Switch. Aan 3D World zelf is niet bijster veel aangepast. De game draait op een hogere resolutie en is hier en daar wat verfijnd om het touchscreen van de Wii U gamepad te vervangen. Ook is de spelsnelheid wat opgevoerd, wat het springen met Mario en zijn vrienden een stuk prettiger en interessanter maakt. Ook is het natuurlijk goed nieuws voor speedrunners. Die kunnen de 6 basiswerelden en extra's helemaal opnieuw uitwonen. Verder is de game nog altijd een gekke, maar feestelijke platformer als je het vergelijkt met titels als Super Mario Sunshine en Galaxy. Het is alsof Nintendo de tweedimensionale werelden uit nieuw Super Mario Bros. Heeft omgetoverd tot 3D-levels, waarin je af en toe sterren verzamelt en dus niet al te veel van het pad wijkt. Maar dat maakt het niet minder leuk. En het leveldesign van de briljante geesten van Nintendo doen de game aanvoelen alsof hij in 2021 voor het eerst verscheen. Die platformfun wordt alleen maar leuker in de multiplayer-modus, waarbij je als Mario, Luigi, Peach en Toad op chaotische wijze over de eindstreep moet komen. Sterker nog, door het competitieve element dat daarbij komt kijken, raden we je zelfs aan om de game met minstens één vriend of vriendin door te spelen. Dat kan gelukkig ook online met vrienden, dus dat is geen excuus meer. Veruit de interessantste toevoeging aan deze poort is Bowser's Fury. Fury. Kort samengevat is het een losse open wereld met verschillende platformuitdagingen. Een beetje zoals een level uit Mario Odyssey, maar dan veel groter. In een grote zee met zonnige eilandjes vaar je namelijk zonder enkele laadtijden van uitdaging naar uitdaging om kattenmunten te verzamelen en nieuwe uitdagingen vrij te spelen. Het is geen complete extra game, maar een flinke extra waar je zo'n 6 uurtjes over doet. Eens in de zoveel tijd slaat de sfeer in de archipel om en duikt Godzilla, Fury Bowser op om je het leven zuur te maken met vuurballen en vlammende stralen. En framedrops trouwens, want de Switch heeft hier en daar behoorlijk wat moeite met alle effecten die bij het spektakel komen kijken. Desondanks is het een leuke twist. En over dat titanengevecht tussen Kat Mario en Bowser gaan we lekker niks verklappen. Geloof ons dat je daar absoluut blij van wordt. Of Bowser's Fury ook dé reden is om de game te halen als je hem al hebt gespeeld op de Wii U, ligt geheel aan jou. Het is een flink extra level, maar ook weer geen extra game die je absoluut gespeeld moet hebben. Dat geldt ook voor Super Mario 3D World zelf. De toevoegingen zijn ontzettend fijn, maar ook weer niet zo denderend dat je de game in huis moet halen. Aan de andere kant is Super Mario 3D World plus Bowser's Fury gewoon een ijzersterk pakket dat nergens verouderd of afgeraffeld aanvoelt. Wie behoort tot de miljoenen Switch-bezitters die nog niet bekend is met de game, kan bijna niet om 3D World heen. En daarom krijgt Super Mario 3D World plus Bowser's Fury van ons een lekkere 85. Oh yeah, Mario time. Heb je de game destijds ook gespeeld of ga je er voor het eerst aan beginnen? Laat het weten in de reacties en druk gelijk even op de abonneerknop.